Aanstaande maandag kleurt de stad weer oranje, want het is dan Koningsdag. Reizigers alvast goed opgelet, want die dag zijn er verschillende wegafsluitingen en het openbaar vervoer rijdt anders dan normaal. Ik ga naar Loveland in Amsterdam. Nou, ik moet werken met Koningsdag. Spulletjes verkopen. Ik heb een hele berging vol met troep. Ik ben een republikein en dus ik ga niet... En gaat u in het oranje? Dat hangt van mijn stem af, maar een oranje tintje, ja. We verwachten op 27 april ongeveer 700.000, 800.000 bezoekers in de stad. Maar er zijn heel veel Amsterdammers bij. Van buiten de stad denken we dat er ongeveer 250.000 mensen met de trein naar de stad toekomen en weer weggaan. Bijna de hele binnenstad is afgesloten voor autoverkeer. Het gaat grofweg om het gebied tussen de Stadhouderskade, de Nassaukade, de Weesperstraat en de Ruiterkade. De Stadhouderskade zelf is afgesloten bij het Leidseplein. En de Ruiterkade wordt 's ochtends vroeg ook al afgesloten voor autoverkeer. Kom je met de auto, dan kan je het beste bij PNR-locaties parkeren aan de randen van de stad. Daarnaast is het natuurlijk ook goed mogelijk om op straat te parkeren op de straatparkeerplekken. Wel handig om te weten, de PNR-locaties Rai en Bos en Lommer zijn dan gesloten. Terug naar de tijd dat Koningsdag nog Koninginnedag heette. De stad is tijdens de ambtsperiode van Beatrix nooit een officiële bestemming geweest, maar in 1988 kwam de koningin na haar bezoek aan Overijssel onverwacht even langs. Ze bracht een bezoek aan de Vrijmarkt en mengde zich ongedwongen in de menigte. Wat is jouw leukste herinnering aan Koninginnedag of Koningsdag? Dat is denk ik wel van vroeger, dat je dingen gaat verkopen met je ouders en zo. In de Vrijmarkt met mijn kinderen. Dat deden wij jaar in jaar uit, vaak al de avond ervoor in een tentje. Nou, iedere dag, iedere Koningsdag of Koninginnedag is een mooie herinnering natuurlijk, al jarenlang. De prijsvraag van deze week heeft een oranje tintje, want de vraag luidt: wanneer kwam Beatrix onverwacht langs in Amsterdam tijdens Koninginnedag? Vul op www.amsterdam.nl/wegwerkzaamheden het antwoordformulier in en maak kans op een prachtige foto uit de online beeldbank van het Stadsarchief. En natuurlijk niet te vergeten... De winnaar van vorige week is Jolien Dudink. Jolien, hartstikke gefeliciteerd. Iedereen die maandag gebruik wil maken van het openbaar vervoer, let op. Al het openbaar vervoer rijdt een aangepaste dienstregeling. Trams rijden ook niet in de binnenstad, met uitzondering van tram 26. Die rijdt dit jaar juist voor het eerst wel. En daarnaast is station Rai de hele dag gesloten voor trein- en metrobezoekers. Hoewel veel mensen dat denken, zijn tram, bus en metro op Koningsdag niet gratis. Dus neem je OV-chipkaart mee. Kijk voor alle informatie over de bereikbaarheid van Amsterdam tijdens Koningsdag op www.amsterdam.nl/koningsdag. Dit was het verkeer. Lang leven de koning. Joepie!